Vandaag een antwoord op de vraag van Marieke. Vorige week was het een aantal dagen extreem warm. Marieke heeft gemerkt, net als heel veel anderen, dat ze die dagen van extreme hitte, heel weinig eetlust had. Veel minder eetlust ten opzichte van anders. Ze weet dat dit een bekend verschijnsel is, dat veel meer mensen dit ervaren, maar dat vindt ze eigenlijk wel apart, want ze is die dagen van extreme hitte niet minder actief geweest ten opzichte van anders. En dus, ja, heeft er niet minder activiteit plaatsgevonden waarbij voeding verbruikt wordt? Dan heeft je lichaam toch weer opnieuw voeding nodig en dan zou je toch honger moeten hebben, maar ze had amper eetlust. Dus de vraag van Marieke is, hoe kan het dat je, waaronder zij, veel minder eetlust hebt bij warm weer, extreme hitte ten opzichte van anders, ook wanneer je niet op je luie gat op het strand ligt, maar gewoon net zo actief bent ten opzichte van anders. Hoe kan dat? Nou, Marieke, eetlust kan je enkel ervaren wanneer de ontvangst en verwerking van informatie in je hersenen goed verloopt. Want in jouw hersenen zit een zogenaamd verzadigingscentrum. En enkel wanneer de hersencellen in het verzadigingscentrum van je hersenen informatie hebben ontvangen en deze informatie verwerkt is, dan kan jij ofwel minder ofwel meer eetlust ervaren. Maar ja, wanneer die hersencellen daar in het verzadigingscentrum van je hersenen geen informatie ontvangen en verwerken en kunnen ontvangen en verwerken, ja, dan zul jij dus geen eetlust ervaren, want ervaringen komen voort uit, ja, een goede verwerking van informatie in je hersenen. Kennelijk verloopt de ontvangst en verwerking van informatie in jouw hersenen, waaronder het verzadigingscentrum van je hersenen, bij warm weer, extreme hitte, dus minder goed ten opzichte van anders, waardoor jij minder eetlust ervaart ten opzichte van anders. Dus moeten we het daarover gaan hebben, de invloed van warmte op de ontvangst en verwerking van informatie in je hersenen. Hoe zit het? Alle cellen in je lijf, maar ook je hersencellen, moeten informatie ontvangen met behulp van membraaneiwitten genaamd receptoreiwitten. Wanneer je cellen geen receptoreiwitten tussen de fosfolipiden membraanvetten in hun celmembranen bezitten, ja, dan zijn ze dus niet in staat om informatie te ontvangen. Ja, en als geen informatie ontvangen wordt, ja, dan kan dat ook niet verwerkt worden, hè? Waaronder dus informatie in het verzadigingscentrum van je hersenen, wat nodig is om, ja, eetlust te kunnen ervaren. Hoe zit het? Er zijn twee soorten processen die uitgevoerd moeten en kunnen worden in je cellen, waaronder dus ook je hersencellen, de hersencellen in het verzadigingscentrum van je hersenen. Dat zijn katabole, afbrekende processen, en ook opbouwende en herstellende processen, dat worden anabole processen genoemd. Gedurende de uitvoering van katabole stofwisselingprocessen, dat zijn afbrekende stofwisselingprocessen, worden grote voedingsstofmoleculen in en door je cellen afgebroken tot kleinere delen. En onder die grote voedingsstofmoleculen vallen ook receptoreiwitten. Dus na uitvoering van katabole processen zijn je cellen, waaronder je hersencellen, even niet in staat om nieuwe informatie te ontvangen. Want ja, die receptoreiwitten waarmee ze informatie moeten ontvangen, ja, die zijn zojuist afgebroken. Maar
na uitvoering van dat katabole proces ook wel weer anabole processen uitgevoerd worden in diezelfde cellen, in en door diezelfde cellen. Ten tijde van anabole stofwisselingsprocessen worden nieuwe grote voedingsstofmoleculen gevormd uit kleinere delen, waaronder ook nieuwe membraaneiwitten, nieuwe receptoreiwitten en worden deze celproducten uitgescheiden richting het celmembraan. Ja, en daarna, dus na uitvoering van anabole stofwisselingsprocessen, ja, kunnen je cellen weer, en dus ook je hersencellen, weer prima nieuwe informatie ontvangen en verwerken. Gezien het feit dat jouw eetlust is afgenomen op dagen van extreme hitte, betekent dat dus dat de ontvangst en verwerking van informatie in het verzadigingscentrum van je hersenen is afgenomen, verslechterd ten opzichte van anders. En dat betekent dus dat je hersencellen na uitvoering van katabole processen niet goed in staat waren om ook wel weer anabole processen uit te voeren, waardoor receptoreiwitten zijn afgebroken in en door de hersencellen, maar vervolgens niet weer nieuwe in het celmembraan zijn beland en je hersencellen dus minder goed in staat waren om informatie te ontvangen en verwerken, want daar heb je dus receptoreiwitten tussen de fosfolipiden in het celmembraan van je cellen voor nodig. Kunnen we dat verklaren aan de hand van warm weer? Warm weer, extreme hitte, doet je lijf versneld uitputten van vocht en minerale zouten. Hoe zit het? Anabole stofwisselingsprocessen kunnen enkel uitgevoerd worden in en door je cellen, waaronder je hersencellen, wanneer er geen tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen heersen in je lijf. En onder essentiële voedingsstoffen vallen ook mineralen. Dus bij warm weer raakt jouw lichaam versneld uitgeput van vocht en minerale zouten, waardoor bij warm weer er voortdurend eigenlijk tekorten in vocht en sommige essentiële voedingsstoffen heersen, met als gevolg een slechte uitvoering van anabole stofwisselingsprocessen ten opzichte van anders. En dus ook een slechte uitscheiding, vorming en uitscheiding van nieuwe membraaneiwitten, receptoreiwitten. En dus een verslechterde ontvangst en verwerking van informatie in je hersenen, waaronder het verzadigingscentrum van je hersenen.